It's like, oh my God, I can't believe that. Ik heb wenkbrauw. Hoi allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Prilly van Wamrooy. Het is weer weekend en ik heb geen zin in om uit te gaan. Ik wil blijf slapen. En ik weet niet vandaag wat ga ik doen vandaag. Maar ik ga even review over mijn wenkbrauwen. Over mijn wenkbrauw. Ik heb zoveel vragen van mijn vriendinnen, van mijn familie, collega's. Hey, wat heb je gedaan met je wenkbrauw? Ze weten allemaal dat ik geen wenkbrauwen heb. Ze vragen over, hey, je zit een tattoo. Hoeveel kost het? Hoe lang duurt het? Doet het pijn? Dus deze video, ik zal jullie even vertellen, even laten zien. Dus ik hoef niets meer uit te leggen. Maar voordat jullie mijn video kijken, niet vergeten te abonneren, likes te geven en notificatie te activeren. Zo, is het een tattoo? Mijn mening is een soort van tattoo. Dit is ombrepoeder. Een paar vriendinnetjes van mij hebben ze ook microblading gedaan. En ze vragen, hey, dit is ook een microblading. Nee, dit is geen microblading. Dit is helemaal wat anders. Wat is het verschil eigenlijk tussen ombrepoeder en microblading? Ja, qua resultaat en techniek is helemaal anders. Voor microblading gebruiken ze een pen, zeg maar, een handmatig techniek. Maar microblading gewoon met een soort een tool, soort een machine volgens mij, die met penmachine. Ik heb eigenlijk haar op mijn wenkbrauwen, maar ja, het was helemaal niet recht aan de lijn, zeg maar. Dus ik moest elke dag wenkbrauw laten maken. Kost heel veel tijd. Dus soms ben ik te laat naar het werk, naar mijn vriendin of voor afspraak. Naar het feest ook soms. Dus nu, ik hoef niet meer wenkbrauw maken. Dus zoals nu, als ik wakker word, dan heb ik wel wenkbrauw. Voor microblading blijft nog goed ongeveer 8 maanden tot 1 jaar. Maar voor ombrepoeder langer, volgens mij 1 jaar tot 1,5 jaar. En de resultaat is helemaal anders. Microblading, dan krijg je haarstokken. Maar ombrepoeder is helemaal natuurlijk. Heb je gezien? Is echt natuurlijk. En ik ben nog steeds tevreden met mijn nieuwe wenkbrauw. Daar komt ie. Het is een vraag van, doet het pijn? Ja, echt, als je geen anesthesie krijgt, dan doet het echt pijn. Maar dit is echt bijzonder. Voor mij is ook, hey, meestal anesthesie krijg je spuiten, maar die anesthesie voor wenkbrauw alleen hier in je wenkbrauw. Want de pen, zeg maar, die machinepen, zit onder je huid. Dus als je geen anesthesie krijgt, is het heel erg zeer. Maar zometeen krijg je een video. De techniek, hoe maakt ze die ombrepoeder? Ze zit in Hengelo, want ik woon in Hengelo. Bij Rabia Dogan in Hengelo. Wil je zien? Ja, dit is de video. Thank you.
Nou, dit was het voor vandaag. Als jullie opmerkingen hebben of vragen, schrijf maar op hieronder. En tot de volgende video. Tot ziens. Fijn weekend.